Een flinke hoosbui in Deventer stond vanmiddag garant voor waterpret in de spoortunnels. Nou ja, waterpret, verkeershinder kun je het beter noemen. Waarbij iedereen op geheel eigen wijze de ondergelopen tunnels benadert. Nee, ik ga er niet doorheen, echt niet. Deze automobilist heeft er minder moeite mee en kiest gewoon het ruime sop. Andere mensen met een auto zijn voorzichtiger. Nou mevrouw, ga proberen. Nee, ik doe het niet. Keren dus om de voetjes in de auto droog te houden. Nou, dan kwamen we eerst onder de brug. Werd het hoger en het kwam meer en meer deze kant op. Helemaal de Rijsterborgenweg in. Dus echt bizar snel ook. Ja. En we zagen, daar heb je een putdeksel. Die kwam omhoog en die kwam echt zo'n fontein uit spuiten. Maar het was echt een heel bijzonder gezicht. Het begint ook een beetje te stinken, hè? Rioolluk. Niet een Hoorlijk, beetje. Ja. Het is echt gewoon vies. Het ging echt heel erg snel. Oh ja? Zo wel. Oh, deze zijn nog een beetje schoon. Risico van het vak noemen ze dat. Rioolwater tussen de verslaggeversstenen. Een slecht lopende mevrouw met een kruk vindt een beetje water ook geen probleem. Al slaan de vloedgolven haar bijna om de oren. Meneer, wat gaat u doen? Ik ga er doorheen. Ja? Ja. Is dat wel verstandig? Tuurlijk. Maak er een volte van zelfs. Nou, ik ben benieuwd. Komt op tv. Ja, u riskeert het wel, hè, dat hij vastloopt. Waarop dan? Dat de auto vastloopt. Jammer. Auto van de baas? Tuurlijk, altijd. Hè. Lies. Goed luck. Inmiddels zijn dan verkeersregelaars gearriveerd om het verkeer tegen te houden. Maar daar hebben deze scooterboys helemaal geen boodschap aan. We proberen het toch? Nou, succes. Yo.